gaan eerst beginnen met om iemand even in het zonnetje te zetten. Gert Baten. En wie is Gert Baten? Al 40 jaar wordt hier de aankleding gedaan hier van Café de Bommel. Dat wordt echt op een hele mooie, ambachtige manier hier boven op zolder gedaan. En je ziet nu herrie in de prairie. Daar wordt 3 maanden aan gewerkt. Ik zou graag een heel groot applaus willen hebben voor Gert Baten voor de aankleding van Café de Bommel. Op de prairie. Nou kijk, het wordt elk jaar opnieuw getekend. Ik werk altijd met de kop van de bommel. Dat is het enige wat ik eigenlijk een beetje... Ik ken de jongen onderhand ook al 40 jaar, dus ik kan hem een beetje natekenen. En die zet ik in bepaalde situaties. Ik zorg er ook voor dat het netjes is. Hij zal nooit in een compromitterende houding of weet ik van wat te vinden zijn. Het is allemaal prima. Het is ook gebaseerd. Kinderen moeten het ook mooi vinden, dus het moet gewoon keurig eruit zien. Er komt geen pistool, geen geweer, geen kogel, geen pijl. Het gaat wel over cowboys en indianen, maar we proberen het een beetje op de vredelievende manier te doen. Ik neem dat al met Bas van tevoren even door en dat is gewoon natuurlijk wel het... Het idee erachter, dat is zeker natuurlijk in dit soort tijden dat je niet met echt geweld aan moet komen. Zeker niet in een carnaval. Toevallig stond er laatst een artikeltje in de krant dat de gemeente Utrecht had een kinderfeest georganiseerd voor kinderen met als thema cowboys en indianen. En nou, daar is een enorme rel ontstaan. Dat mensen vonden het maar helemaal niks, want hoe kwamen ze erbij om dat te doen? Want de cowboys hadden de indianen vermoord. Nou, ik denk dat die mensen nog even goed de geschiedenisboekjes moeten nakijken. Maar daarna is het een enorme ruil geweest. Heel veel mensen die het er wel eens waren, maar nog veel meer die zeiden gewoon, we gaan in godsnaam naartoe. Nou, misschien mag ik het niet zeggen, maar Zwarte Pieten discussie nummer zoveel is het onderhand. Dan kan je dus helemaal niks meer doen. ...1979. Toen zijn we begonnen, eerste keer, Circus de Bommel. Ik had als eindexamenproject op St. Joe's dat ik circus gehad en daar ben ik eigenlijk wat op doorgegaan om die versiering als het ware in de tent over te brengen. En zo is dat gebeurd en dat was een behoorlijk succes met elk jaar een thema te verzinnen en daar de hele versiering op aan te passen. En dat heeft zich natuurlijk in de afgelopen 40 jaar telkens verder ontwikkeld. Het werd groter en groter en groter en meer dingen. Tot wat het nu is. Ja, er zijn gewoon stukken van mijn eindexamenwerk zitten daarin verwerkt. Maar ja, dat waren natuurlijk toen al enorme panelen. Kijk, prachtig hier. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen geschiedkundige, maar ik heb me laten vertellen dat dit toch ergens wel uit de 15e eeuw komt. Ik ben hierna even bezig met het achterpaneel, helemaal einde van de bommel. Dat is toch wel een mooi breed panoramisch paneel. Nou, daar gaan we, dit jaar doe ik daar een beetje de good, the bad en de ugly op in het western thema. En ik ben toch een beetje geïnspireerd door die foto van Clint Eastwood, die kop, prachtig. Ja, dat moet natuurlijk een klein beetje verbommelen, dus... Nou goed, met allemaal weer knip- en plakwerk heb ik dan zijn kop een beetje in de stijl van Clint Eastwood gemaakt. Kijk, en dan ga ik nu even, hè, want ik heb dus de achtergrond heb ik klaar. Nou, je ziet, ik vrok alles in elkaar met stukjes en met beetjes. Dat kan je ook op de computer doen, maar ik heb geen computer, dus daar zijn we gaan uitgepraat.
Kijk, en ik moet hier nog een klein stukje doen. Kijk, en is deze ook weer ver klaar. En dan knip ik hem uit en dan plak ik hem ertussen. Dan laat ik er kopieën van maken. Gewoon aan drie kopieën. Nou, en dat gaat José inkleuren. En ik gooi hem onder de projector en ik zet hem op de borden. Mijn vrouw is bezig thuis om al die tekeningen in te kleuren. Dus alles krijgt een kleurtje. En aan de hand daarvan maken we een verfschema. Dus er wordt ook de verf op ingekocht. Dus we werken meestal met een 20-tal kleuren. En dat kunnen ze aan de hand van die voorbeelden kunnen we dat perfect inkleuren. Dit is niet de goede kleur, maar hij heeft niet zoveel potjes, dus hij heeft maar één kleur rood. Dit is de intentie dat het rood is. Dat weet je gewoon. Ja, dat is beroepsdeformatie, denk ik. Ik was stripinkleurster bij Donald Duck. En dat, dan weet je welke kleuren, wanneer het plaatje past. Je kan met kleuren kan je een plaatje maken en breken. Gert had de bergen, had hij in bruin en geel gedaan. En dat hoort niet. Dit is gewoon oker en, niet oker, is oranjeachtig, zachter geel. Het hele plaatje is oké. Hij vond dat het rein groen moest en ik had zoiets, dat moet blauw, maar zo klopt hij wel. En het is zijn ding, dus dat, daar hoort het bij, hè. Ik doe het met ontzettend veel plezier. Dat is natuurlijk dat je één keer per jaar zo groot kan werken. Dat is natuurlijk fantastisch. Meestal zit je op een klein A4'tje of een A3'tje te werken. En dit zijn enorme panelen. En heerlijk met die verf. Nou, de planning voor vandaag is, ik heb gewoon dit jaar afgesproken met mezelf. Ik doe het lekker rustig, zoals ik het wil, kalm. En als iets twee keer geschilderd moet worden, moet het gewoon twee keer. Het moet gewoon goed eruit zien. En ik denk als ik vandaag deze achtergrond erop heb zitten en de onderkant, dan ben ik al een hele. Maar ik ga nou even wat geel is allemaal in kleuren. Dus al die bolletjes en zo. Het is natuurlijk wel makkelijk dat je probeert in één keer alle kleuren die je nodig hebt erop te zetten. Dat je 10 keer in de knie hoeft te lopen voor een kleurtje. Vandaar we allemaal extra potjes hebben om aparte kleurtjes te mengen. En dat doet Gert dus, hè? Dat mag ik dus niet aankomen. Mag wel. Mag wel, maar het wordt afgekeurd. ...2003 denk ik, 4. Ja, vanaf het moment dat Henk gestopt is, hebben we in de eerste jaren hebben we dat met een paar jongens die werkten gedaan. En toen na 3 jaar of zo ben ik het alleen gaan doen, samen met Gert. Ja, Henk is een paar maanden geleden overleden. Maar met Henk, daar deed ik heel veel mee. Henk was fotograaf en ook zakelijk heel veel samengewerkt. En op een gegeven moment ga je ook in je vrije tijd even wat denken. Dus, en ik had wel wat hulp nodig bij het inschilderen van die panelen, want het is natuurlijk een enorme tent. En toen heeft Henk bijgekomen om te helpen schilderen. En dat hebben we vele jaren gedaan. En dat wordt iets met Henks Bootshop, daar gedacht is dan mijn vriend. En dat is natuurlijk heel triest, heel tragisch. Maar om hem toch te eren in deze, vind ik dat hij ergens in de carnaval moet terugkomen. Maar dan wel op een leuke manier, niet te bombastisch. En hij was gek op cowboyspullen. Dus ook dat zit er natuurlijk een beetje achter. Maar ook dus laarzen, de enorme verzameling, prachtige schoenen. Dus dat wordt daar Henk's
Henks of Hank, moet ik even kijken. Bootshop. Dus, kom maar lekker in een carnavals over je pakje nadenken. Nou, als kind was ik een cowboytje. Had ik een cowboypakje, maar goed. Ook dat kan ik me beter niet meer doen. Ik ga wel als mezelf, een beetje als Buffalo Bill of zo. Ja, het ging over Big Brother, hè? En met Ruud in de hoofdrol. En, de knuffelmuur. Big Bommel. Dat is natuurlijk wel leuk als je op een beetje actueel thema kan inspelen. En dan heb je gelijk natuurlijk genoeg inspiratie om allerlei dingetjes te doen zo. Als ik ook wel eens over het verleden praat, de meeste gasten weten niet waar je over het hebt. Die denken ook, ja, het zal wel. Ja, yeah, was especially Janis Joplin, Coten en Bee in de tijd, met Jacobs en Van Es, mijn vrienden. Dit is Kees Verberg met zijn beroemde fles melk in zijn handen. Kees Christ, jezus man. Jongen, jongen. Ja, dat waren echt fantastisch. De Oliver B Studios. Ik zal het nooit vergeten, we hadden dat helemaal gemaakt en alles geschilderd en gedaan. En ik zit op de zaak en op een gegeven moment belt Kees Verberg me op. Hé, Baten, kunnen hier alleen maar lilliputters naar binnen? Hij zei, ja, je hebt die ingang te laag gemaakt. En dat klopt ook, je ziet gewoon, ja, het was gewoon te laag. Iedereen liep samen met zijn kop tegen de rand aan lopen. Dus, nou, dan zet je hem toch een beetje omhoog. Dat hebben ze ook gedaan. Dat is ook wel een leuke, dat, ik kan hem even eruit halen. Hadden ze in één keer de hele, toen bij mijn 10-jarig bestaan van die carnavalsversieringen, hadden ze ineens het hele spiegelpaneel, zoals ze dat noemen, bij de bar, hadden ze even vervangen. Toen ik even weg was en mijn kop erin gezet. Als je er zo doorheen kijkt, ja, dat is een enorme geschiedenis. En ik moet zeggen, als je, ik kijk er natuurlijk niet zo vaak in, maar als je het ziet, dan is het toch wel... ja, wel heel leuk, komt er heel veel boven. Dit is de leukste die ik ooit gemaakt heb. Mac Bommel. Een vriend van mij heeft aan een kasteelcamping en die was bomen aan het vellen. En ik had een bus bij me, dus ik zeg tegen hem, mag ik zo'n stam eens meenemen? En hij zegt, natuurlijk. Dus we zijn met die stam, grote stam mee naar huis. En toen ben ik eens een keer gaan hakken. Ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik ben maar ergens begonnen. En ja, ik ben de hele winter doorgegaan met dat ding. Ik had achter in de tuin een tentje gebouwd waar ik heerlijk in zat te hakken. Enorm rustgevend is dat. Maar ik wil ook nog eens een keer een echte maken, want dit is natuurlijk maar een kleintje. En ik wil eens een keer een hele grote maken, dus dat hij boven al die tuinen uitsteekt. Maar ik weet niet of de buren dat zo leuk vinden. Maar ik ga dat denk ik wel doen. Enorm veel kleurtjes zitten erin. Dus daar ben ik toch al gauw weer 2 dagen mee bezig. Die komt voor in de Bommel. Als je binnenkomt, staat er altijd zo'n ronde pilaar. Daar komt hij helemaal omheen. Dat is eigenlijk ook gewoon de, ja, het hele basisthema van die carnaval. Omdat ik de laatste jaren gewoon geïnvolveerd ben in totempalen op een of andere manier. Is dit gewoon het eerste idee geweest en dat heb ik wel verder uitgewerkt in Indianen en Cowboys.
Het is voor de carnaval, dus je hoeft niet op een, dat is het voordeel, je hoeft niet op een millimeter te kijken. Nou, dat is niet helemaal waar, hè? Daar hebben wij daar hebben we het over gehad. Dat het, ook al is het voor de carnaval, moet het wel goed zijn. Ja. Maar ja, Jan heeft Timmermans hoofd, dus dat maakt niet uit. Nee, dat komt wel goed. Dus we gaan nou eerst even de frame van de totempaal in elkaar zetten. Kan dat ook weer wit geschilderd worden en kunnen we daar ook weer gaan op gaan werken? Nou, 25 jaar denk ik. Ja, tussen de 25 en de... Ik heb dat nooit bijgehouden. Het was altijd wel heel leuk, moet ik zeggen. Leuk werk en heel veel werk. Alleen het voordeel van nu is dat we het verdelen. Dus we beginnen nu op maandag. Vroeger moest alles echt op één dag gebeuren. En dat was... Ja, voor iedereen stress en voornamelijk voor in die tijd Kees. En dan kon hij nog alles heel bot mee omgaan. Dat ik wel eens had van, bekijk het maar. Hij kon ook even aanzetten, weet je niet. En dan, dit is niet goed en dat is niet goed. En dan moet ik ook nog eerlijk zeggen, want en Bas heeft dat wel een klein beetje geërfd. Of georven of wat dan ook. Maar daar sta eigenlijk zoveel tegenover. Want een uur later, als hij het allemaal wel weer... wat zal ik zeggen, zie zitten en wat hij in zijn hoofd heeft dat gedaan wordt, dan is ook het ijs gebroken en dan wordt er weer met volop plezier gewerkt. Ja, hij is wat krom, hè, maar... Die andere kant uitwaaien, dat maakt niet uit. Ik maak hem vanzelf recht. Kijk, als jij een paar slingers ophangt en je, net als van vroeger, van een paar reclame dingen van het bier en that's it. Ja, daar kun je tegenwoordig niet meer mee aankomen. Maar ik vind ook wel eens dan denk ik van, Jezus, is het niet te. Maar dat resultaat krijg je als wij klaar zijn, zeg maar, op die vrijdag. En dan is het café helemaal leeg. Dan draait Bras wat proef met muziek en met alle bewegende beelden. Ja, en dan heb je gelijk al een topsfeer, zeg maar. Nou, dat vind ik wel een prestatie. Lichtelijk. Ik heb vannacht eens even weer zitten uitrekenen hoeveel dagen ik nog heb. Nou, dat zijn er nog een stuk of 35, dus moet kunnen. Maar het gaat toch wel in een enorm tempo. En ik ben nou eigenlijk op de helft. Dus ik moet wel even wat gas geven. Er zitten nog een paar moeilijke dingen bij. Hier zit zoveel kleur op dat zelfs een Indiaan weet niet meer over het gaat. Wat het nou precies de betekenis is, het zijn natuurlijk toch... van die heilige beelden, maar dit heeft ook weer met allerlei voorouders te maken en de adelaar speelt daar een enorm belangrijke rol in natuurlijk, wat ook in de hele versiering naar voren komt, die veren, die adelaars, heel belangrijk, maar ik moet me er nog een beetje verder in verdiepen, maar ik ga ook weer niet te diep, want het moet geen obsessie worden, het moet wel leuk blijven natuurlijk, dus ja, maar ik ben natuurlijk, ik ben ontwerper. Ik ben chaos ontwerper. Ik ben geen, ik werk niet altijd met verf. Maar ik moet zeggen, zo door de loop der jaren heen, kom je er wel steeds meer mee in aanraking om gewoon leuke dingen te doen. Het is niet meer wat je als ontwerper gauw doet op een A4'tje of een A3'tje werken, maar gewoon grote dingen maken, aparte dingen maken die niemand heeft. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dus de basis totempaal is toch een ding waar allerlei figuraties op zitten. Nou ja, goed, dat kan je voor zoveel andere dingen ook gebruiken. Ik ben al bezig met kindertotempalen, dus vriendelijke totempalen. Maar ik heb ze ook gewoon met wilde dieren. En ja, het moet. Ik heb er ook twee weggezet als test. Hè. Kleine totempaaltjes vinden kleine kinderen dat leuk. Die kunnen er ook bang voor worden. Ik test het op mijn kleinkinderen, ja. Gekke opa. Ja. Wil iemand een leesbril? Even kijken, ik maak het net uit. Nee. Ik heb even een verzoek. Dat is, daar komt de bar, de oude Java bar. Ik weet niet, daar is de baas, dus... Nee, dus blijf gewoon daar staan. Er komen twee grote arendenboten. Ja. Bij 10 jaar had ik al genoeg van, nou, bij wijze van spreken,
20 jaar, ik heb tussendoor nog eens een goud speldje gekregen op die diamanten. Zit nog steeds te wachten. Die komt misschien ooit nog wel eens een keer. Ja, ik hoop dat veel mensen daar ook aan mee kunnen blijven doen. Want dat maakt het natuurlijk ook. Je doet het niet helemaal alleen. En wat is de plafondploeg? Rick en Rick. Rick en Rick. En dan moet ik mee samenwerken met die twee. Nou, vooruit dan. Met je eigen zoon. Ja, maar wij hebben altijd de meeste ruzie. Ja, daarom juist. Eigenlijk wil je anders met Frenkie en Rick. Nee, het is goed. Aangenomen. Maar goed, Bas achteraf toch weer gelijk. Dat is net als zijn vader, die moet je altijd gelijk geven laten. Nee, maar hij zei, die moeten weg, want dat is geen poren. Nou ja. Ik heb even voor mij de belangrijkste punten doorgesproken, dus dat het gelijk vlot verloopt. Maar gaat wel lukken. Hoop ik. Tot maandag! Ja. Kijk, ik heb natuurlijk nu boven in die bommen een prachtig atelier, maar dat hadden we dus vroeger niet. We hebben ook wel eens in de vrieskou staan te werken in de garage van Kees Verberg. Niet normaal gewoon zo koud het was. Maar goed, ook dat hoort er misschien een beetje bij. Maar we hebben overal in heel Breda hebben we gezeten, in studio's, in garages, noem maar op. Dat, zelfs in de huiskamer. Ik heb 2 keer mijn hele huis ontruimd om die hele toestand te kunnen maken. Dus... Dat ziet er leuk uit. Gaan naar huis. Hij moet. Zometeen moet hij meer naar de. Toch meer naar de. Wat is kut? Ja, maar je staat ook ongelukkig. Even pauze, even eten. Niet te lang hoor, want. Dat is geen kritiek hoor, maar dat heeft heel lang geduurd. Daar wachten wij al een halve dag op. Kleinzoons, die elk jaar laat ik die gewoon meelopen. Ik heb hem vanaf zijn geboorte erin zitten. Dat is Aiden en de linker is James. Die is net geboren, die is nu dik 4 maanden. Jesse James en Billy the Kid. 2 ongelofelijke grote boeven. Buitenkant moet ook nog er tegenaan. En als dat gedaan is, dan is het klaar. Dan, het moet om 3 uur open, dus dat gaat wel lukken. Daarom, ik ga wel kijken naar de carnaval. Ik vind het leuk 's middags. Maar dan sta ik gewoon rustig in een hoekje en dan overzie ik de boel wel. En dan kijk ik van tijd tot tijd een pilsje na. Dat vind ik uitstekend. Thank you.
enige van het jaar. Dus daar ben ik eigenlijk wel een beetje blij om. Want dan moeten we die teringzooi, die gooien wij dan op de grote markt. En dan komt er wel een keer een kraak aan. Dus dit is het enige wat we gevonden hebben. Arnold van Wals. Van Wals is verbouwingen. Doet het nu voor de 40ste keer. De bommel aankleden en weer opruimen. Puinruimen noemen we die hier. Ik heb je bij het aankleden. Terwijl deze man niks om carnaval geeft, maar het een geweldige toko vindt. En het ziet er weer geweldig uit. Zeg een pensionado club, daar moet je toch van hebben. De jongeren kunnen dit niet meer. Nee, die jongen gaat er dat. Absoluut niet. En dan gaat het weer terug naar boven. En dan gooi je er volgend jaar weer een hele bak witte verf overheen. Nou, ja, hij mag natuurlijk wel eens een keer uit de gevangenis. De jongen heeft ook hard gewerkt. Dus, Godverdamme. Back to normal. Dit is gewoon een complete carnavalswagen, maar dan zonder wielen.